De volgende video die je gaat zien, die heb ik opgenomen en tijdens het monteren kwam ik erachter dat mijn camera op een aantal momenten is gaan sputteren en hangen. Ik heb het zo goed mogelijk geprobeerd weg te editen, maar het is niet helemaal gelukt. Maar toch, veel plezier met het kijken. Welkom bij Pulse Model Train Stuff. Inmiddels is mijn stem wat beter. In de tussentijd ben ik wel bezig geweest, maar heb ik niks op kunnen nemen. Vandaar dat ik hier nu even heb liggen een Lima Mat 54. Deze Mat 54 is niet degene waar ik aan bezig ben geweest. Maar ik heb hem wel nodig om te illustreren wat ik heb gedaan. De Mat 54 waar ik mee bezig ben geweest is eentje in NS kleuren. En dit is nog in de groene kleur. Ik heb hier de dummy motorwagen. Van de andere heb ik... Hetzelfde dummy motorwagen, twee tussenrijstellen en de echte motorwagen. De echte motorwagen ben ik aan het digitaliseren. Dat is allemaal redelijk eenvoudig. Maar voor zowel de dummy motorwagen als de echte motorwagen ben ik bezig hier verlichting in te stoppen. Hier zitten, ik kijk of ik hem goed in beeld krijg, twee kleine puntjes. Deze twee, daar horen lampen te zitten. En als ik nu een... Pico pak, even kijken waar heb ik eentje staan. De Pico variant heeft ook daadwerkelijk daar twee, goed, kom eens hier in beeld, twee lampen zitten. Ik wilde dat bij de Lima ook doen. En nu moet ik eerlijk zeggen dat ik de Pico sowieso veel mooier vind dan de Lima qua hoe ze geschilderd zijn en waarheidsgetrouw. Niet dat de Pico 100% waarheidsgetrouw is, maar de Lima zit daar wel een heel eind vanaf. Zo, die staat weer terug op zijn plek. Dus dit is eigenlijk mijn hele oude Lima. Dit is de eerste trein die ik kreeg. Wat niet was locomotief met een paar goederenwagons. Het was de eerste voor passagiers, zover als ik me kan herinneren. En dan ook nog vier van die bakken. Ik heb hier heel veel mee gedaan en dat is ook wel te zien. Er zijn hier hoekjes af in, aan de zijkanten zie ik. Maar ik heb hem altijd in de doos gehouden. En tot op de dag van vandaag. Het was even zoeken waar hij was. Wel leuk om deze te gebruiken als voorbeeld. Maar hier gaat deze aflevering om. Zo, alles weer uit de weg. Deze heeft normaal gesproken een 3-punts verlichting. En hierbovenin zit dan niets. Die 3-punts verlichting, daar zit soms een gloeilamp achter. Die ook gewoon het grootste deel van de trein voorziet van verlichting. Soms ook helemaal niets. Je komt vaak een gehobbyde gloeilamp tegen. En ik wilde hier dus de rode sluitsein opzetten. En hier ook een betere verlichting die niet de hele locomotief zou voorzien van het licht. Om dat te doen, moet je natuurlijk boren. Nou, het eerste deel is redelijk makkelijk. Je zet hier een... kleine boor op van het formaat, even kijken hoeveel millimeter, klein, zo klein mogelijk, een dremel. Je boort heel voorzichtig rustig een klein gaatje. Zet hem niet op de snelboor, want dat betekent alleen maar dat je het plastic smelt. En als je het plastic dus te warm maakt, het gaat smelten, dan verlies je een deel van de vorm van de lampen. En je wil daar nou juist, behouden en dan niet te veel inboren. Dus je rustig boort, niet al te snel. Met een klein boortje, dan heb je een klein gaatje. En dat is als pilot hole in het Engels. Het is het eerste gaatje, dat vanaf daar kun je makkelijker verder boren. Ik heb hem geboord tot, even zien. Ik zou zeggen zo dik. Volgens mij is het een millimeter, misschien anderhalf. Dit is de dunste plastic lichtgeleider die ik heb. Zoek op, als je dit wil doen, wat de maat is en gebruik dat dan ook als
grootste boor. Op het moment dat je die draad hebt, en voor het voorbeeld pak ik even een wat grotere, dan heb je een redelijk stomp einde, waar je vaak ook nog wel kunt zien dat iets geknipt is. Dat is natuurlijk niet zo heel mooi. Wat ik heb gedaan, is hier een bolletje opgesmolten. Het bolletje zorgt ervoor dat het een lenseffect krijgt, waardoor dat je een bredere straal verlichting krijgt. En het zorgt ervoor dat het meer op een lamp lijkt. De andere bak die ik heb gedaan, ziet dat er beter uit. Maar die ligt te drogen, dus die komt iets later aan bod. Om zo'n bolletje erop te zetten, heb ik voor deze een tang genomen. En daar de lichtgeleider ingezet en hem echt een 2 mm uit laten steken. Ik hoop dat ik wat reflectie kan krijgen, dat het te zien is. Het is moeilijk zichtbaar, maar goed. Beter dan niets. Vervolgens heb ik mijn hittekanon gepakt. Op 125 graden gezet. Ik laat hem even opwarmen. En ik heb hier het kleinste verloopstuk opgezet. Ik heb eigenlijk daarna gewoon de lichtgeleider erin gestopt. De warme lucht loopt nu langs de lichtgeleider en door de tang zijkant heen. En als je dat eventjes doet, dan krijg je dat de lichtgeleider smelt en langzaam een soort paddenstoelvorm krijgt. Doe je dit nou niet met de tang, dan ga je merken dat die vrij gauw buigt. Dat is ook als je hem te ver uit laat steken. En als die gaat buigen, dan krijg je een mooi bolletje met een hoek erin. Dat krijg je nooit meer recht. Dat krijg je dus ook niet door je geboren gaatje heen. En het is ook gewoon een kwestie van afknippen en opnieuw doen. Nou, eens kijken. Heb ik hier iets? Dat gaat ook niet echt. Ik zoek eventjes iets waarmee ik dit goed in beeld kan brengen. Daar zit nu een mooi bolletje op. Goed, dit is zo goed als ik het kan laten zien. Je zit een kleine bolling nu op. Ik probeer hem rustig te draaien. En deze bolling is genoeg. Zo, om een lampeffect te krijgen. Je ziet. Dit was niet makkelijk. Kijken of dat beter kan. En toen stond er iemand aan de deur. En omdat ik niet nog een keer al dit gedoe wil doen met proberen dit in beeld te brengen, laat ik er dat gewoon lekker in zitten. Nu, ik heb hier dus de kap van een motorrijtuig. En hierboven heb ik de gaten geboord. En hier zitten dus ook twee van die gesmolten dunne lichtgeleiders in. En hier binnenin heb ik de lichtgeleider zitten. Die lopen hier. Eens kijken of ik dat ook aan kan wijzen met iets substantiëlers. Zo. Lichtgeleiders lopen dus hier en hier op een witte ondergrond. En komen uit bij deze LED, deze LED. En die zit weer vastgelijnd op een stukje tape. De tape is zodat het rode licht hiervan niet aan de onderkant doorschijnt. Nou, deze heeft een zwarte laklaag en een witte laklaag. Dat geldt niet voor de andere die ik heb gedaan. Die heeft hier alleen maar de normale laklaag zitten. Over deze lichtgeleiders heen kan ik dadelijk ook nog wat zwarte tape doen. En uiteindelijk komt daar dan de. Even zien wat ik zie. Deze komt er zo bovenop te liggen. Dan zit alles op zijn plek. Deze LED moet ik gaan aansluiten. Die draden ga ik denk ik hier langs geleiden, hier zo naar beneden toe. Zodat ze in het onderstel komen. Nee, dat ga ik doen. Ja, dat ga ik doen bij één van de twee. Als dit de motorwagen zou zijn,
Dan ga ik ze hier langs geleiden naar onderen toe, want daar zit de bekabeling voor de decoder. Als dit de dummy motorwagen gaat zijn, dan ga ik de bekabeling helemaal naar achteren geleiden. En net als bij mijn Benelux treinstel, ga ik hier een schakelaar monteren. Hier achterin een klein schakelaartje, zodat ik hem kan wisselen tussen wit of rood. Want ook hier zit de oude, even kijken waar heb ik er nog eentje liggen, de oude lichtleider van de hondenkop. En tijdens een van mijn experimenten, ik heb per ongeluk eentje een beetje iets te veel overgeverfd. Eens kijken of we die goed in beeld krijgen. Deze was iets te vies geworden om nog goed licht te geleiden. Hier zit er nog wel eentje in. Deze persoon die dit gelakt heeft, heeft dat beter gedaan dan ik heb gedaan. En die heeft dus een mooi schone lichtgeleider. Met nog wat tape zie ik. Nou, je wil deze lichtgeleider, als je deze gebruikt, of als je een andere maakt, je wil in ieder geval niet dat je hele treinstel vol met licht zit. Dus daarvoor gebruik ik mijn al oude vertrouwde stukjes L-plastic. Ik heb hier nog wat liggen. Kijk, als je een stukje hebt wat breder is dan deze, je knipt hem een beetje bij, dan kun je hem in principe hier zo overheen plaatsen en vastlijmen. Zo, dat laat ik dadelijk zien bij die andere die ligt te drogen. Op die manier kan ik hier mooi mijn lampen zetten. Weer een ledlamp, één ledlamp voor alle drie. En de bedrading netjes via een van de zijkanten wegwerken, ook weer naar achteren waar deze schakelaar komt. Als je nu deze lichtgeleider kwijt bent, of in zoals in mijn geval gesloopt hebt. Deze methode werkt dus ook voor dikkere bekabeling. En deze dikte is de dikte, volgens mij heb ik dat hier staan, 2 mm. En dat is verbazend dicht in de buurt van het origineel. Deze bovenste is wat gebroken en wat dunner. En daarvoor heb ik de 1,5 mm gebruikt. Hetzelfde trucje. Verwarmen en er doorheen rijgen. En dan krijg je veel meer een lampeffect dan dat bij deze is. Ik ga bij deze wel de normale lichtgeleider gebruiken. Ik ga hier geen nieuwe inzetten. Zo. En naarmate zo'n project vordert, veranderen er toch wat dingen. Ik heb hier de dummy motorwagen. Die is als eerste klaar. Maar ik zat er dus over te denken hier met een schakelaar te gaan werken. In plaats daarvan heb ik een kleine witte connector. Eens kijken of die ook in de... Ja, kijk aan. Deze kleine witte connector, daar zit een zwarte krimpkous omheen. Zodat het minder opvalt. En dat is een 4 pins connector. Deze brengt de aansturing mee voor de rode en de witte lampen. En nog eentje voor de toekomst, voor als ik hier de interieurverlichting terug in wil doen die er oorspronkelijk toen ik dit model kreeg bij zat. Ik heb hier de pin of de connector voor de andere rijtuig wat hier naast komt te staan. Ik heb het even voorzien van wat draadjes zodat ik het makkelijk kan testen. Ik zal even weer scherp stellen. Zo. Zwart is plus. Dat is verwarrend. Maar even niet anders. Deze kan ik hier zo op aansluiten. En rood is rood tot de min zet. En ik zet er wat stroom op. Dan hebben we rode verlichting. En geel is de verlichting, de witte verlichting of de gele verlichting. En zo zie je ze allebei branden. Deze drie
kabels gaan uiteindelijk, deze vier kabels, gaan door elk van de rijtuigen heen lopen. Zoals deze, ja, mooie oude doos. Komen uiteindelijk uit in de motorwagen. De niet-dummy motorwagen. Even alles bij elkaar zoeken. En dat is deze. Die zal dan uiteindelijk hier binnenkomen. Gaat de kap in. Loopt helemaal naar voren. Waar de verlichting zit. En daar zal die aangesloten worden op deze vier draden. Zodat ook de verlichting van die kant werkt. En het helemaal door het motorrijtuig. En alle tussenrijtuigen heen gaat naar het dummy motorrijtuig aan de andere kant. Dat is het doel. In feite is dat alleen maar een heleboel gelijm en gesoldeerd. Dit zijn normale JST, zie ik het goed? JST connectoren. Waarbij ik heb hier een 3 pin liggen. Waarbij ik het kapje van degene met de pinnetjes weggeknipt heb. En aan de andere kant heb je de aansluiting waar het dan in moet. En die laat ik intact. Die knip ik wat bij om minder uitstekende delen te hebben. Nou, en dat gaat dan allemaal in een heatshrink Kimco's om het zwart te maken. In het verleden heb ik geprobeerd ze te verven. Die heb ik hier ook eentje liggen. En het resultaat daarvan was minder mooi. En ik hoop dat dit, ondanks de stugheid, genoeg bewegingsvrijheid is om hem door de bocht heen te trekken. Dat weet ik pas als alles hiermee klaar is. Voor deze video ga ik het er wel bij laten. Ik heb hier nog een boel werk te doen. Ik heb het vreselijk druk met heel veel andere dingen helaas. Dus bedankt voor het kijken. En tot een volgende keer.